Suriname zit nu gestagneerd in een gezondheidscrisis met de vraag hoe deze op te lossen. Dit was de rode draad tijdens het discussieprogramma TAKI, de kracht van uw stem, met als thema de gezondheidszorg in Suriname. Het panel bestond uit Ruben Del Prado, Amara Madin, Ashna Kanhai, Jennifer Vreedzaam en Rakesh Gayadar Sukul. Kanhai stelde dat het beleid van gezonde politiek alleen maar mogelijk is met gezonde mensen, waarover we nu niet beschikken. Kanhai praat over een structureel beleidsprobleem in de zorg en een beleidsprobleem als geheel. Ruben Del Prado betreurt het dat een empathisch gevoel voor de burgers uitblijft. I am missing beleid. En ik speel niet de troef naar u, heer minister, nog naar uw directeur. Het is niet de bedoeling dat ik u aanval, maar het heeft wel te maken met geef een keer toe dat beleid ontbreekt. En dat de challenges groot zijn, dat begrijpen we. Dat het een grote uitdaging is, dat snappen we allemaal met z'n allen. En dat het niet uw schuld is of de regering die u vertegenwoordigt, dat snappen we ook. Maar het is op dit moment wel beleid. En kies uw woorden wanneer u zegt. We hebben gezonde politiek gevoerd. Als die mensen niet meer gezond zijn, als de mensen die de zorg moeten verlenen niet meer hoofd boven water kunnen houden, dan is er structureel een beleidsprobleem. Creëert u die instrumentaria, want in het verleden, men is snel om te zeggen de december situatie. Maar die december situatie, 1980, is wanneer SZF is ingevoerd bij wet. Wat ik ook mis, behalve dat beleid, waar Ashna het over heeft, is die empathie, boy. Dat is, we bouwen geen bruggen en we halen geen goten op en we bouwen geen dammen. Dit zijn mensen. We praten over mensen en we praten niet alleen maar over die specialisten, waar ook wel eens wat aan schort als het gaat om, ik ga me niet uitweiden, want mijn collega's gaan me slaan. Maar die mensen. We zijn geen cement en steen en staal en grasmachines. Ik verwacht van een ministerie van volksgezondheid dat jullie slapeloze nachten hebben. Volksgezondheidsminister Amara Madin zei dat het niet ligt aan het beleidsvraagstuk. Over de kwestie brain drain zei hij dat het een wereldwijd probleem is, die zijn oorsprong in een onstabiele economie vindt. Ook verwees de bewindsman naar vele fraudegevallen van de voorgaande regeerperiode. In tegenstelling zei Lloyd Paul dat bij het maken van beleid de betrokkenheid met de vakbeweging uitbleef, wat niet goed te spreken is. Wanneer we zien dat met armoedelofgelden die bedoeld zijn voor mensen die daadwerkelijk door een geneeskundige commissie worden gescreend op verzoek van een medisch specialist, en dan gaan ze uitgezonden worden omdat hier te land er geen mogelijkheden zijn. Of omdat de behandeling zo complex is dat er geen structuren zijn of geen kennis is. Wanneer we zien dat het SZF die rol op een gegeven moment vanaf 2017 overnam van het ministerie. En ik heb de commissie gehoord en de commissie zegt wij werden nooit meer gevraagd om een patiënt. De zaken werden vanuit het SZF, vanuit de directie van het SZF gedirigeerd. En er gingen mensen weg. En ik heb zelf aangifte gedaan bij de procureur-generaal. Want er waren cases van personen die wel in staat waren hier behandeld te worden, maar uitgezonden zijn op basis van friends en family. Maar wanneer je bezig wilt zijn met het behouden van mensen, dan moet je punt 1 ook de vakbeweging betrekken. Want we merken binnen het systeem dat de vakbeweging, betrekkenheid van de vakbeweging, dat is er vaak niet. Er is laatst 5000 SRD. Beloofd, en ik denk dat het gaat worden uitbetaald aan een groep van de medewerkers binnen de zorg. Wij zijn er niet tegen. De mensen verdienen zelfs meer. Maar wij zeggen wel altijd, wanneer je zo bezig bent, moet je kijken naar de gehele linie. We praten over een ketting. Wanneer je mensen gaat belonen, en ik heb het ook gevolgd in dat van VMS, het is niet een natrap. Men praat constant alleen over de verpleegkundige, de analisten, gespecialiseerde diensten enzovoorts. Maar wat about die interieur? Maakt die interieur geen deel van die ketting uit? Wat about die beveiligingsmedewerker? Wat about de administratie en noem maar zo door? Wat is er op dit moment gebeurd? Er is een ernstige ontevredenheid. In feite is het toegenomen onder het personeel. En mind you, ook onder de gespecialiseerden. In het journaal van morgen komen wij terug op deze paneldiscussie.